ben Carla Klaassen van de SP in Lingewaard. Als SP zouden we dit niet als eerste locatie zoeken in Lingewaard. Zouden we voor verzorgingshuis of iets dergelijks gaan. Maar op dit moment is het natuurlijk lastig in verband met corona om bij verzorgingshuizen of in verzorgingshuizen te gaan staan. Dus vandaar dat wij voor Doornenburg gekozen hebben. Het dorp waar ik geboren en getogen ben. Ik ben hier op een steenworp afstand geboren. En hier als kind heel veel vertoefd en heel veel mooie herinneringen aan. Wij zijn daar heel erg trots op dat wij, voor veel mensen zal het niet echt een niet veel zeggen. Maar voor ons was het wel van heel groot belang dat inwoners weer het recht hadden om bezwaar te kunnen maken. En zeker op het gebied bij WMO, de WMO-voorzieningen, die werden aangevraagd door inwoners. En op het moment dat de gemeente ze niet ging verstrekken, kregen de mensen een telefoontje en daar was het mee af. Dus hen werd het recht ontnomen om bezwaar te kunnen maken. En omdat wij daar als SP heel erg op hebben zitten duwen en regelmatig in de raad te sprake hebben gebracht, is het veranderd, waardoor het fundamentele recht van de inwoners weer teruggekomen is, dat op het moment dat ze door de gemeente ergens op afgewezen worden voor een WMO-aanvraag, dat ze ook een beschikking krijgen, mm-hmm, waarmee ze in bezwaar en beroep kunnen gaan of eventueel naar de rechter kunnen stappen als ze het er niet mee eens zijn. Oh, dat is altijd een lastige vraag. En wat is niet gelukt? Want je hebt natuurlijk een heel programma. We hebben wel veel punten wel bereikt. We zijn als SP zijnde bijvoorbeeld tegen eigen bijdragers voor de WMO. Noem maar even iets. En dat is wel voor elkaar gekregen. In ieder geval voor de mensen tot 120%. We willen ook graag dat er meer betaalbaar gebouwd gaat worden. We zien nu op dit moment zien we gewoon vooral dat er vooral hele dure woningen gebouwd worden. Terwijl we eigenlijk als Lingewaard, inwoners van Lingewaard, ook een hele grote behoefte is aan betaalbare woningen. En dan hebben we toch sociale huur, middenhuur, maar ook de koopwoningen. Hè. Dan heb je de goedkope koop en de betaalbare koop, zoals ze het dan noemen. Goedkope koop is tot €230.000. En dat zal gewoon veel meer moeten. Het college kiest er steeds voor om duur te bouwen. En niet voor waar de behoefte aan is. En de behoefte is vooral aan de goedkopere woningen. We willen, de laatste paar jaar is er fors bezuinigd op de WMO-voorzieningen. Dus de voorzieningen, zorgvoorzieningen voor de inwoners, die de inwoners ook keihard raken. Eigenlijk als SP hebben we als enigste tegen de bezuinigingen, de verschraling eigenlijk, van de zorgvoorzieningen van onze inwoners gestemd. Wassen en strijken, weggehaald bij de hulp bij het huishouden. Die mogen ze niet meer uitvoeren en mensen moeten gebruik gaan maken van een was- en strijkservice, wat de inwoners ook meer geld gaat kosten. Omdat ze daar extra voor moeten betalen. Maar neem ook de kilometers van het afvanvervoer. En wij vinden het gewoon eigenlijk, we hadden het van bepaalde partijen, neem de Partij van de Arbeid, GroenLinks, niet verwacht dat zij daarmee zouden instemmen. En nu heeft de SP als enigste tegen die voorstellen gestemd. En wij zullen ook er alles aan proberen te doen om dat weer terug te draaien. Dus het moet stoppen met de bezuinigingen op de voorzieningen voor de inwoners, de zorgvoorzieningen voor de inwoners. En er moet teruggedraaid worden. Ja. Teruggedraaid worden wat er weggehaald is. Ja. Nog één noemen. Nou, we zijn vooral ook voor veiligheid. Verkeersveiligheid, maar ook veiligheid in het algemeen. Als je kijkt naar alle knelpunten die er zijn op bepaalde plekken. Rotondes, neem de rotonde bij de Karbrug in Huissen. Als je van Bemmel naar Huissen rijdt, dat is een levensgevaarlijke rotonde geworden. Daar zal iets aan moeten gebeuren. De rotonde bijvoorbeeld bij het OPC in Bemmel, tussen Haalderen en Bemmel in. Dat zijn ook van die gevaarlijke punten geworden. En zo zijn er natuurlijk meerdere gevaarlijke verkeersknelpunten die in onze ogen aangepakt moeten worden. Wat ons betreft zeer zeker. We hebben nu in Lingewaard al ik denk zeker een jaar of 12 op rij hetzelfde soort bestuur. 8 jaar echt letterlijk
dezelfde partijen. En je ziet gewoon dat die vooral bezig zijn met grote dingen, prestigeprojecten. Maar ze zijn de inwoners compleet uit het oog verloren. Er wordt wel wat aan participatie gedaan, maar er wordt niet echt geluisterd naar de inwoners. En dat moet echt veranderen. En nou, wat volgens de SP zal er echt geluisterd moeten worden naar inwoners. En niet tot de inwoners achteraf iets te horen krijgen en bij wijze van spreken niks meer in kunnen brengen of niks meer kunnen veranderen omdat er al een besluit genomen is. Ja. Daar moeten we vanaf. We moeten echt toe naar dat de inwoners inspraak hebben. En het zal heel mooi zijn als we een socialere gemeente gaan krijgen. Ja, en een gemeente met een SP in een coalitie, in een college, zal zeker een stuk socialer zijn als wat er nu zit. Vind ik altijd een lastige. Nu deze periode is er eigenlijk een coalitieakkoord gesloten waarvan letterlijk aan de rest van de raad gevraagd is om daar een handtekening onder te zetten. Nou, dat hebben we als SP niet gedaan omdat wij niet meegeschreven hebben aan dat coalitieakkoord. Het zal erom hangen hoe ga je een coalitie samenstellen en dat weet je niet van tevoren. Dus dat zal eigenlijk na de verkiezingen pas duidelijk worden wat er het verstandigste is om er te laten komen. Is een coalitieakkoord of een raadsakkoord? Maar alles vastklinken in een coalitieakkoord vinden wij ook absoluut geen goed plan. We gaan al die mensen oproepen om allemaal naar de stembus te gaan. Het is een recht die we hebben. We hebben een kiesrecht en daar moet je gebruik van maken. Dus mensen, maak gebruik van uw kiesrecht.